Naar omstandigheden gaat het redelijk met mij. Marco van As is thuis aan het herstellen van zijn verwondingen. Of hij ooit weer een beetje kan lopen is onzeker, want zijn linkerbeen is door het ongeluk flink beschadigd geraakt. Dat weet de artsen niet, ikzelf niet. Nee, daar weten we nog niks van. Op 16 september raakte Marco het grootste deel van zijn rechterbeen kwijt bij een ongeluk met een kermisattractie in Wijchen. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Maar het gezin van As is voorzichtig bezig met de toekomst. Aan het fysieke herstel wordt gewerkt, maar ook aan het huis moet wat gebeuren. Ik kampeer in de woonkamer op het moment. Het is echt kamperen bijna. Ja, alles moet je in de woonkamer doen. Je toilet is in de woonkamer, je bed, ja, alles. Er wordt nu een slaap- en badkamer gebouwd. En van alle kanten wordt hulp en geld aangeboden. Zo ook van de mensen van de Vrijmarkt in Veghel, die een inzamelingsactie hielden. En dit is voor jullie alvast voor als jullie een keer hier komen weer met elkaar, dan mogen jullie de eerste keer gratis eten. Ah, dankjewel. En mijn verdriet komt straks wel. Als alles een beetje wat meer wat rustige vaarwater is gekomen, als we een verbouwing hebben, dat Marco weer en wij ons gewone leven een beetje op kunnen pakken, dan ga ik aan mijn eigen verdriet werken. Maar daar kom ik op dit moment nog niet aan toe. Het is echt geleefd worden en overleven met elkaar.